in het begin deed ik nog wel wat. Ging ik nog wel naar de zang en nog wel een vergadering bij wonen. Maar dat deed ik in het laatst helemaal niet meer. Ik kwam de deur niet meer uit. Het was alleen maar de zorg. Het was echt dag en nacht. En dat was wel eens moeilijk. Ik heb ook wel eens gemopperd. Ik heb wel eens gehuild. En dan kon ik het niet meer volhouden. Maar toch, je gaat door. Alleen dat het 9 jaar zou duren, dat wisten we niet. Hij had darmkanker met uitzaaiingen naar de lever toe en later ook naar de blaas. En heeft hij 9 jaar lang, dat is een lange tijd. Dat is wel een lange tijd. We hebben ook echt wel leuke dingen gedaan in die tijd. Al was het ook wel eens heel moeilijk, want je wist gewoon dat het afscheid kwam. In zijn ziek zijn was hij heel relativerend van, ja, waarom ik niet en een ander wel? Hij was daar ook nooit boos over. Dit was een speciale plek voor Dick. Dit was zijn groentetuin in het laatst. Hier kon hij met de rolstoel onder de sla zaaien, verspenen in deze kleine potjes. En zo hadden we dan toch onze groenten zomers. Dus de schoonzoon heeft dit gemaakt. Nou, hij was er heel blij mee. Maar dit was echt Dick zijn hobby. En hij vond het heel moeilijk om dat op te geven. En ja, ze kon het er toch door blijven doen, in het klein. Nou, hier stond het bed. Dat heeft een jaar lang hier gestaan. Meer dan een jaar, want de verpleegkundige die zei, er moet een bed komen, want dan kan hij rusten. Mijn man zat altijd op een rolstoel of op een gewone stoel die we van de kerk gekregen hadden, voor het raam. Dat was zijn vaste plek, dat wist iedereen. En hij zei op het bed, hij zei, dan ga ik niet eerder dat ik ziek ben. Ja, hij was van onder helemaal verkankerd, dat was gewoon zo, maar hij was niet ziek. Hij heeft daar nooit aan toegegeven, dat was een stukje koppigheid van hem. Tot op de maandagochtend, toen zat hij in de rolstoel en toen was het opeens, Lammy, ik kan niet meer. Ik ga nu het bed in en ik denk ook niet dat ik er weer afkom. Is een maandag op bed gekomen en is de vrijdag overleden. Rondom het bed, afscheid genomen van hem. Kinderen, de kleinkinderen, goh, wat was dit mooi hè, oma? Ja. Mijn kleinzoon die zei toen Dick net overleden was, oh oma, dan hoef je nooit geen sport meer te kijken. Of misschien ben je eigen baas. Nee, dat was zo mooi. Ja, want Dick hield wel sport. Ja. Ja, het was altijd sport kijken. Altijd voetballen, voetbal kijken. Dit is de liturgie van de afscheidsdienst van Dick. De kerk speelde ook een hele belangrijke rol in jullie leven. Hoe was die betrokkenheid? De betrokkenheid was zeer groot. Dick, die door zijn ziek zijn, kon hij op een gegeven moment niet meer naar de kerk. Toen hadden we de kerkradio, maar die stoorde zo verschrikkelijk. En toen waren er een paar gemeenteleden die zeiden, dat moet anders kunnen. En die hebben ervoor gezorgd dat we de kerkdiensten via de laptop konden bekijken. Als we geen kerk hadden zondags, dan was die zondag was er voor ons niet. Ja, dat is gevoelsmatig misschien, maar het mee kunnen doen en mee kunnen bidden. En dat er aan je gedacht werd, want er werd vaak aan Dick gedacht, ook in de kerkdienst. In het gebed werd vaak aangehaald. Dus dat was ook de betrokkenheid van de kerk. Meedenken, meeleven. Ja, fijn. Hoe belangrijk is deze middag voor jou? Ja, toch wel belangrijk. Gewoon het gezellig met elkaar zijn, de warmte van iedereen en gewoon de sfeer die zo mooi is. En je leert elkaar zo ook op een andere manier een beetje kennen als dat je zondags in de kerk zit. Oké, dit speelt hard. En kunt u tegen uw verlies? Slecht, slecht, slecht. Kun jij tegen je verlies? Ja. Ik kan heel goed in mijn verlies. Ik verlies altijd. Hoe belangrijk vind jij zo'n middag als deze? Dat vind ik wel heel belangrijk, want de mensen komen elkaar toch tegen op een ander gebied. Normaal zit je in een vergadering en dan zien we elkaar. En dan nu ga je een spelletje spelen. Je praat wat en je doet even een spelletje. En je gaat dan kun je nog even nadenken. Ja. En het is allemaal wat vrijer. Oh, dit is veel te hard. Oh.
Deze spelletjesmiddag is natuurlijk verbonden aan de actie Kerkbalans. Hoe belangrijk is die actie? Die actie is heel belangrijk voor de instandhouding van de kerk. Want zoals het met iedereen is, je kunt niet van water leven. Dus er moet geld binnenkomen. Want dat komt nu niet genoeg? Er komt eigenlijk altijd iets tekort binnen. En er komt ook dat de groep wordt kleiner die het geld binnen moet brengen. Kijk, je geeft omdat je ergens bij wil, ergens bij hoort. En ik geef omdat het een gemeenschap is. Dus ik vind het ook belangrijk om die gemeenschap in stand te houden. En daarom geef ik ook. De toekomst voor jou, hoe ziet die eruit? De toekomst voor mij, ja, die lacht me weer een beetje toe eigenlijk. Ja. Ik heb weer een vriend en ja, we zijn gelukkig. En de eenzaamheid die ik voelde, die is weg. Je bent niet meer alleen. Er komt weer iemand en je gaat weer naar iemand toe. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus de toekomst ziet er echt weer heerlijk uit. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.